Oh. Zo. Een nieuwe wasstraat. Jazeker. Wasstraat nummer 19. Geen aantekeningen. Zo, heb jij nog wat meegemaakt? Ik heb extreem weinig meegemaakt. Ik zit helemaal in het geheime project van Mirabeau straatje. Oké. Dus ik mag niks zeggen. Oké, zal ik dan maar... Ja, want jij hebt avonturen beleefd, of niet? Ik ben naar Freiburg geweest. In Duitsland, in het Schwarzwald. Ah, waar je het in Wasstraat nummer 15 over had. Nee, nummer 17. Ja? Ja, ik geloof het wel. Dat ja. zou kunnen. Ja. Naar het Smashing Conference. Eerste congres wat georganiseerd was door Smashing Magazine. Oh, dit is echt een maiden voyage of zoiets. Een eerste keer? Ja, een eerste keer. En het was tof. Erg goed. Ja? Ja. Waarom? Nou, inhoudelijk supergoed. Mijn interesses, dus designers en front-end developers van het hoogste wereldniveau, die daar kwamen vertellen. Ja. Hun inzichten kwamen vertellen. Was echt heel erg goed. Oké. Okay. Highlights? Het was een gevarieerd programma, dus er waren verhalen over typografie, nogal wat typografie. Dat was erg interessant. Oké. Okay. De ontwerper van IA Writer bijvoorbeeld, van Information Architects. Oh ja, oh, dat is een hele fijne writer. Ik ben inmiddels ook om. Ja. Dat, of nou ben ja, aan het leren super eigenlijk. Super slimme kerel. Hele strenge designer. Die echt... Is die Duitser toevallig? Zwitser. Zo, typografe. Ja, echt. Ja, heel strikt over hoe dingen moeten. En, maar wel vriendelijk. Op hij, had in hij had een... hij heeft allemaal... kleine dingetjes bedacht... waardoor een teksteditor... waarom die beter is. Ja. Hoe die beter wordt. Okay. Dus hij heeft... focused writing heeft hij. Dus je hebt de focus mode in dat programma waarbij alleen de zin die je aan het schrijven bent, ja. Of alleen ja, die zin dat die gehighlight is en de rest is wat geblurred. Ah, oké. Okay. Dus dat je echt puur kunt focussen. Dus het is een teksteditor, hè? Het is een teksteditor. Meestal voor Mac en voor de iPad en voor de iPhone? Ja. Cool. En hij heeft een blauwe knipperende cursor. In plaats van een zwarte cursor. Mm-hmm. Je kan er niks aan de font-instellingen veranderen. Hij heeft een eigen font ontworpen, wat het ideale font is om te schrijven volgens hem. Ja. En de ideale fontgrootte heeft hij zelf besloten van het moet zo groot zijn. Oh, wauw. En daar kan je niks over zeggen. Kan je, niks, kan je, je kan dat niet veranderen. Wow. En wat ik daar mooi aan vond, want hij legde uit waarom dat was. Wat er heel mooi aan was, was dat hij zei... uit onderzoek blijkt dat als mensen iets kunnen doen aan de teksteditor, aan de instellingen van de teksteditor, ja. dat ze dat ook gaan doen. Ja. En, dus dat ze 50% van de tijd dat ze eigenlijk zouden moeten schrijven, besteden ze aan... ik wil dit toch misschien Arial. Ja, ze zijn aan het klooien. Ze richten zich niet op de tekst. Ja, precies. Ah, okay. Dat is meteen ook wat ik heel erg heb tegen rich text editors op het web in CMS'en. Ja. Mensen gaan zich bezighouden met dingen opmaken. Waar ze zich niet mee moeten bezighouden. Met opmaken. Ja, ja. Ja, je hebt het dan ook voornamelijk over WYSIWYG editors of ook over WYSIWYM? Hij had het in dit geval over Word. Ja. WYSIWYM in die zin... is what you see is what you mean. Natuurlijk, dat heeft hij, doet hij door Markdown te ondersteunen. Ja, precies. Dus ja. Markdown wordt... een soort van taaltje met sterretjes en underscores. Ja, waardoor je wel headingstructuren kunt aangeven en lijstjes kunt aangeven. Het is eenvoudig te converteren naar allemaal verschillende bestandsformaten. Mm-hmm. Dus je kan het als HTML opslaan, maar je kan het natuurlijk ook als een... docx bestand wellicht exporteren. Ah, okay. Of een RTF bestand. Dus dat zijn... Maar het is dus output agnostisch. Dat is het mooie eraan. Juist. Het is erg... dat was een hele mooie. Vond ik een erg mooi verhaal. Er was een erg leuke man die sprak. Paul Boak. Die sprak over client-centric design.
Dus hij vindt dat we hebben altijd user-centric design, ja. User-centered design. Ja. En dat is die hele filosofie over dat je, je moet alleen dat doen wat het beste is voor je gebruikers en niet voor niet zozeer voor de business. Ja. Maar hij is iemand die zegt, als er een conflict is tussen de business en de user, mm-hmm. en want over het algemeen zijn die dingen hetzelfde, als er een conflict is, dan moet je kiezen voor de business. Ja. Er zijn namelijk situaties, als designer moet je dus, want je bent voor de business, ben je aan het ontwerpen. Je moet ervoor zorgen dat de business zo goed mogelijk wordt. En hij had wat voorbeelden over waarom, van dat soort gevallen waarin je dat zou moeten doen. Dus okay, hij zei maar, niet specifiek van dat je domme formulieren moet stoppen voor een download, weet je, wat wij wel ook wel doen voor white papers, dat je dan een formulier moet invullen. Oh ja, dat je eerst moet inschrijven en al je gegevens al. Dat soort dingen zei hij niet. Hè. Hij zei wel van, moet je horen, wij worden ingehuurd, want wij zijn de expert. Ja. Wij zijn de expert op het gebied van design en van user interaction en dat soort dingen, maar er zijn ook er zijn ook situaties waarin de klant gewoon zijn business veel beter kent. Ja, precies, ja. Ja. En ook weet wat zijn doelstellingen zijn. Als hij die doelstelling niet kan halen met zijn website, dan is die af eigenlijk. Ja, precies. Of dat sommige designkeuzes die goed zouden zijn voor een client, voor een bezoeker, mm-hmm. die zouden schadelijk kunnen zijn voor de business. Dat bestaat ook nog eens. Ja. Dat was, vond ik een interessant verhaal. Ja. Verder mooie verhalen over responsive design. Een erg goede van Brad Frost. Echt heel goed. Is dat over, nog even terug naar dat client-centered design. Is dat niet de semantische discussie? Of, hè, dus dat je, ik bedoel, meestal onze klanten die helpen ons al op het pad van, nou ja, dit zijn onze KPI's, hè, waar wij op worden afgerekend. Dus ja. Daar hou je sowieso al een beetje rekening mee, toch? Jawel, nou goed, hij noemde een voorbeeld over juristen. Ja. Natuurlijk houden we er rekening mee, maar hij noemde een voorbeeld over groot advocatenkantoor. Mm-hmm. Klanten met een specifiek probleem, bijvoorbeeld iemand heeft olie in de zee gedumpt en die zoekt dus een specialist op het gebied van olie in de zee, dumpers, vrijpleiten. Nou, dat soort specialisten zijn er. Ja. Zo'n persoon die zou dus graag op de homepage zou die dat soort specialisten gehighlight willen zien. Ja, en dat precies. Hij meteen contact heeft en meteen die persoon. Alleen voor een advocatenkantoor is dat weer helemaal niet een goed idee. Want een advocatenkantoor wil graag dat er een band ontstaat met het kantoor. Ah, en ja. Met het hele bureau. Want namelijk die superspecialisten, die worden allemaal weggekocht. Weet je wel? Die krijgen ergens anders, krijgen die veel hoger. Dus als je alleen maar een baan, alleen maar een connectie hebt met die ene advocaat, dan ga je met die advocaat mee. Ja, precies. Maar als je wauw, dat zet gelijk het hele, hoe noem je dat? Het persoonlijke approach die heel veel merken, Nederlandse merken vooral, nemen met een klant, dat zit compleet op de helling dan. Ja. Want dat is, nou ja, dat hangt er vanaf. Maar het kan inderdaad. Ja, dat is een goede overweging wel. Ja, ja, ik vond het heel interessant. Dat had ik nog helemaal niet over. Nee, ik eerlijk gezegd ook niet. Nee. Ik vind wel goed inzicht. Hij heeft hier ook een boek over geschreven. Is vast erg goed. Het is een ontzettend goede babbelaar. Als je ooit de mogelijkheid hebt om naar een congres te gaan waar hij spreekt. Ja. En naartoe gaan. Echt heel vermakelijk. Hij heeft geloof ik ook een podcast. Boaks of Boaks World. Boak World, ja. Ja. Heb ik nooit naar geluisterd, maar ja, dat is omdat. Ja, het is nogal vermoeiend. Hij praat heel veel over zijn eigen business. Ja. En dat is. Maar het kan leuk zijn, hoor. Het is best een slimme kerel. Pardon. Ja. Maar tof en. Dus inderdaad allemaal vakmensen. Er waren er ook nog designers van buiten die zeg maar minder met het web hadden? Of was dat allemaal webgericht? Nou, er was één letterontwerper. En die had het over hoe fonts eigenlijk gerenderd worden. Dus hoe. Dat was op zich ook interessant. Want dat is eigenlijk sinds, nou pak een beet. Vista en OS X, eigenlijk ruimschoots daarvoor, is dat niet echt meer een kwestie, of wel?
We hebben. Nou ja, je ziet destijds echt wel verschillen. Destijds was Aqua er en dat was zeg maar de holy grail van hoe je optimaal fonts kon renderen op een scherm. Ja. Nou ja, hij liet wat verschillen zien. Ik had daar al wel wat over. Hij heeft daar ook een artikel over geschreven, dat had ik al gelezen. Dus het was een beetje van, oh ja, dat kende ik allemaal wel. Ja, precies. Hij was. Ik vond hem. Hij was iemand van Typekit. Typekit is een dienst die. Hoe heet het? Webfonts. Een webfontdienst. Ja. Het is geen Foundry. Nee. Oké. Hij zelf had een kleine Foundry, maar hij werkte ook bij Typekit. Mm-hmm. Ik vond hem. Er zitten nogal wat nadelen aan webfonts. Er is nogal wat mis mee. Ja. En dat zei hij niet. Hij zei dat webfonts allemaal fantastisch zijn. Ja, hij liet dus gewoon een aspect liet hij voor wat het was. Ja, ik vond het iets te kritiekloos. Hij had iets. Want hij had wat negatief. Hij zei in essentie dat webfonts zijn geweldig. Let's do it. Zoiets, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, het is natuurlijk wel een de beweging is op zich wel heel erg goed om in elk geval ook dingen, ook met typografie aan de slag te gaan. Want dat is precies ook een aspect wat best wel mist op het web. Ja. Als je het hebt over magazine-achtige vormgeving die je hebt soms wil hebben. Kijk, typografie is niet alleen een lettertype kiezen. Dat is natuurlijk ook de juiste uitlijning. Ja. En dat kon altijd al, maar dat deden we gewoon nooit. Uitvullen, ja, nee, maar er zijn ook dingen als die je van een magazine gewend bent. Kolom opmaken en dat soort grappen. Dat is. Vooralsnog was dat niet mogelijk. Dus geloof ik pas met C6.3 echt soepel geïmplementeerd. Kijk, multicolumn, het probleem daarbij is dat op het web kan je scrollen. Dus, oh ja, dat zag ik laatst. Ja. Ja, en dus als je iets over meerdere kolommen gaat doen, dan moet je naar beneden scrollen. Ja. Die ene kolom. En dan moet je weer omhoog scrollen naar de volgende kolom. Het is multicolumn is alleen handig als je zeker weet dat het gehele stukje tekst in de hoogte van je scherm past. Dat past, ja. Daarom zie je nooit multicolumn, want het is gewoon kloten op het web. Ja. Maar het kan wel, maar het is gewoon heel veel werk. En het is gewoon niet realistisch om elk artikel, om daar art direction overheen te gooien. Weet je, dat kan gewoon niet. Nee, niet voor alle vormen is dat handig. Nee, het idee van het web is juist dat je het wat eenvoudig, wat uniformer online kunt zetten. Ja, en dat het container agnostisch is. Ja. Dus het maakt niet uit wat voor device of ding je gebruikt ervoor. Ja. Het moet in principe overal op werken. Ja. Nou, ik ga dat ding weer eens losmaken. Oh ja. Damn. We zijn weer in de wasstraat. Ja. Jee. Gaat wel snel, hè? We nemen een langere route terug. Maar het was een erg goed congres. Het was echt supergoed. Als volgend jaar weer is het een aanrader. Freiburg is ook een erg leuk stadje. Hij hangt op zijn kop. Even kijken of die zo lekker ligt. Ja. Wat ik ook erg leuk vond was de eerste avond toen we er aankwamen. Zat ik een beetje in mijn eentje in het hotel. Ik was daar met Steven Hay heen gevlogen. We zaten in hetzelfde vliegtuig. Ja. Maar hij sprak op het congres. En dus hij ging naar het sprekersdiner. Ja. En ik zat alleen op mijn hotelkamer. Dus op een gegeven moment een beetje kijken van waar gaan mensen, of zijn er mensen die ergens gaan eten. Nou, twee gasten die twitterden, wij zitten op het plein en kom erbij. Dus ik daar ook heen. Mm-hmm. En op een gegeven moment, 2 uur later, zaten we met 50 nerds. Zaten we daar aan een hele lange tafel. Oh, nice. Oh, wat goed zeg. Heel tof was dat. Nerds en designers en allemaal over het web te praten. Oh, goed. Ja, dat was echt heel tof. Ja. Ja, dat is wel. Dat soort bijeenkomsten, dat. Dat is vaak een fijn excuus om inderdaad gewoon ook in in de volledige vrije tijd. Hè, wat je meestal doet is na je werk ga je naar huis en dan ga je op de kinderen passen of wat ook. Maar dit is een mooi excuus om gewoon non-stop te nerden. 3 dagen lang discussies. Alleen maar over mijn vakgebied gehad. Ja. Heb je nog de heftige discussies gehad met mensen? Zo van, waar je tot nieuwe inzichten bent gekomen? Of misschien andere inzichten hebt gekregen? Nou, ik vond dus die van Paul Boek, dat was dus dat was voor mij echt wel een nieuw inzicht. Dat was echt wel een verandering. Normaal ben ik dus iemand die inderdaad alleen maar vanuit de user denkt. En toen dacht ik, oh ja,
Daar heeft hij op zich wel gelijk in. Heeft hij wel een goed punt. Ja. Dat was wel een nieuw inzicht. Verder niet echt nieuwe dingen. Wel inspirerend over nou ja, hoe je om moet gaan met typografie. En de mensen die... De principal designer van Twitter was er. Oh, wow. Die vertelde over zijn zoektocht naar een formule om de ideale verhouding tussen measure, dat is de breedte van een tekst, dus hoeveel letters er op een regel staan, tussen measure en schermgrootte. Daar was hij nou op zoek gegaan. Oké. En ja, dat was echt een... Met responsive. Responsive design. Ja. En dat... Alleen ik vond zijn conclusie niet goed. Het was echt een erg goed verhaal. Leuk verhaal ook. Oh, wat was de conclusie dan? En zijn conclusie was dat het... hij had een of andere jQuery plugin geschreven die iets deed wat daarbij in de buurt kwam. Maar ik vind het gewoon een slecht idee om JavaScript te gebruiken voor layout. Dat moet je niet doen. Ja. Dus dat... Oh, we worden gesignaleerd. Dus dat vond ik een... nou ja, goed, dat heb ik een... Ja, het is inderdaad waar we het vorige keer ook over hadden. Dat ze eerst een complete... Hi. Ik wil graag de basis, alsjeblieft. Heel interessant onderwerp. Dank je wel. Het is niet druk trouwens. 10, 20. Oh, dank je. Ja hoor. Ja, lekker. Dank je. Prettige dag. Dank je. Kijk, je hebt zijn raam nog open. Ik ben benieuwd. Sorry, we waren ook even weg. Ja. Nou, in de wasstraat, dus feedback. Ja. Ja, we hadden geloof ik feedback van één collega. Die vond dat daar, ja, dat het eventjes vastgemaakt moest worden. Ik heb er naar gekeken, maar ooit is, ja, naar dat ding. Ja. Maar het is niet te doen, toch? Het kan wel. Ja, misschien, maar... ja. Weet je, het komt gewoon even langs en dan doen we het samen even. Of wat ook. Nat. En voor de rest, ja, ik ben een beetje door de cijfers heen gegaan. We hebben natuurlijk vanwege de vakantie hebben we heel weinig kijkers in de afgelopen 2-3 maanden. Dat is wel jammer. En ik denk dat we hier en daar ook nog wat dingen gaan aanpassen voor wat betreft de hosting. Ja. Want we zitten nu op... Soundcloud bijvoorbeeld, daar zetten we onze audio, omdat het een leuk experiment was bij Flipboard. Maar dat is niet meer nodig, want Flipboard die heeft andere ingangen om audio te omkapselen. Maar moeten we voor Soundcloud betalen? Ja, we moeten er zeker voor betalen. Oké. Ja, die rekening heb je nog niet gezien, inderdaad. Nee. Dat doe ik gewoon en dan kijk ik of ik ermee wegkom. Oké, want ik vond Soundcloud namelijk echt wel heel erg grappig. Ja, alleen niemand gebruikt het. Nee. En dat is een beetje de kneep. Ja. We hebben ook bijvoorbeeld Bits on the Run, daar hebben we ook hosting. Ja. Maar als je kijkt hoeveel mensen het afnemen, nou ja, dat kan ik in principe ook met mijn eigen server regelen. Ja. Dus we hoeven het niet voor de massa te doen. En dat soort hosting doe je eigenlijk op hele grote, zware bumps van je belasting van servers om dat tegen te gaan. Maar voor de bandbreedte hoeven we het in elk geval niet te doen. Nee. Dus dan gaan we een beetje loskoppelen. Ja, of alleen Vimeo. Kijk, we hebben dat toen ook gedaan. Ja, Vimeo, ja, hoor, gewoon. Vimeo is gewoon helemaal prima. Kijk, we hebben dat toen ook gedaan omdat we graag wilden dat ook Firefox-gebruikers, ja, de video's konden zien. Dus, ja, dat iedereen zonder Flash... die video's, maar ja, misschien moeten we dat dan maar loslaten. Gebruik nee, dat blijven we doen. Dus okay. We gaan toch dus de converteren in plaats van dat door Bits on the Run wordt gedaan.
altijd het moeilijkste stukje dit. Ja. In plaats van dat het dus door Bits on the Run wordt gedaan, doen wij het en dan staat het ergens bij mij op de server of wat ook. Die gast van Bits on the Run kan trouwens op Frontier spreken. Oh, echt waar? Ja. Nou, dan mag hij eens uitleggen waarom het zo duur is. Omdat hij goede service levert en omdat het duur is om video te hosten. Ja. En dat is het grappige. Toevallig had ik daar dus ook met een collega over van waarom is video hosting eigenlijk, waarom heb je daar specialistische bedrijven voor? Want iedereen die denkt zo, nou, dat is eigenlijk heel erg eenvoudig. Maar het is verrassend hoe dat er eigenlijk maar twee businessmodellen zijn voor video hosting. Dat is één, banners, hè, dat is wat YouTube doet, maar ook Vimeo voor een deel. Alle gratis accounts van Vimeo, dat is allemaal banner supported. En de andere kant is gewoon betalen voor de bandbreedte, betalen voor de dienstverlezing, het converteren, de CPU-kracht, dus dat de processor aan de slag, et cetera. Ja. En dat is verrassend duur. En als je dan bekijkt wat de discrepantie er is, dus zeg maar voor ons zal het ongeveer 40, 45 euro zijn in de maand. En dat is echt best veel geld als je bedenkt dat dat door banners betaald zou moeten worden. Ja. Ja, want wij hebben niet eens zo heel erg veel bezoekers. Nee, dat zijn er tientallen. Ja, dus dan is het dat is inderdaad best duur. Ja. Ja. Dus, maar het is, dat doen we dus. We gaan weer een beetje klooien. Ik denk dat het weer tijd is om een beetje te experimenteren. Ja, ja, lijkt me wel heel erg tof. Ja, goed idee. Ja. Misschien dat ik die player dan ook weer aan de gang krijg. Dat je door de hoofdstukjes kan springen. Oh, en we zijn heel erg benieuwd of jullie ook nieuwsgierig zijn naar die fragmenten. Dus we hakken deze aflevering, hakken we altijd in stukjes. Zodat je de fragmenten in je blog kan gebruiken. Maar gewoon helemaal gratis. Dus als je het wil hebben over een onderwerp, zoals bijvoorbeeld Lorem Ipsum, zoals ik heb gedaan. Dan kan je daar gewoon een leuk blogje omheen knallen. Anywho, we zijn er weer door. Jee. Deze vrijdag gaat precies op de juiste snelheid. En we nemen natuurlijk ook de Polish Wars niet meer. Die mis ik wel, de zwabbers. Ja, hè? Ik keek een tijdje geleden ook met Kiki weer even naar de wasstraat. Oh ja. Dus, we zijn de zwabbers. Oh. Maar miste zij het ook? Of... Ja, zij wilden de zwabbers zien. Oh, de zwabbers, dat zijn misschien wel de engste. Ja, dat is het leukste deel. Ja. Of leukste. Oh, kijk. Oh, classy. Hele gezellige businessman. Die zijn... ik denk dat het een chauffeur is, hoor, vermoed ik. Oh, die echt, die echt een dikke Mercedes aan het schoonmaken is. Met een stropdas dus. Ja. Alright. Nou, even de camera erop jetsen. Ja. Dan ga ik weer even nadenken over wat ik ook alweer nog meer van interessants heb gezien. Ja, ik heb er misschien ook nog eentje klaar. Oké. Okay. Nou. Nog even een verlenging van vorige keer. Ja. Kom op. Oh, je gaat erop. Ja. Ja. Als je uit in Freiburg bent, dan moet je trouwens rode wijn drinken. Je denkt natuurlijk, oh, Freiburg, Duitsland, bier. De Wurst is trouwens uitstekend. Ze hebben elke dag, behalve op zondag, hebben ze daar een markt, versmarkt rond de kathedraal. Of grote kerk, ik weet niet wat het is. En daar staan allemaal worststandjes. En die hebben super lekkere worsten. En een lange rote had ik gegeten. Maar de rode wijn daar is echt super goed. Maar die zullen we hier nooit drinken, omdat die niet geëxporteerd wordt. Oh. Maar mocht je er ooit zijn, drink de rode wijn. En laat het bier maar staan. Bier hebben we hier ook wel. Rode wijn is lekker. Maar dat is de rode wijn in Duitsland? Ja, in het Schwarzwald. Oké. Okay. Echt heel erg goed. Dat is echt... Hallo, hallo. Ik hoor mezelf. Maar geen Vasilis. Hoor je mij niet? Ja, nu wel. Oké. Okay. Toch? Blijkt me wel, toch? Ja, ja, ja. Oké.
Jee. Dus waar ik het over wilde hebben, terwijl ik mijn gordel aan doe. Dan geeft hij nog een extra dot gas. Ja. Nou, dankjewel. Twitter. Oh jongens, die gasten die zijn weer bezig. Oh, ik begrijp heel erg goed waar ze mee bezig zijn. Ja? Leg eens uit dan. Nou oké, even de terugwinden. Eerst, waar zijn ze mee bezig? Ja, precies, ja. Hun API die heeft allerlei nieuwe randvoorwaardelijke zaken. Dus de API waar je tegenaan programmeert als je een Twitter-client maakt of als je een service maakt waarin je Twitter op een of andere manier de berichten verwerkt of wat ook. Ja. De voorwaarden om dat te gebruiken, die zijn veranderd. Ja. In de mogelijkheden, die zullen misschien ook veranderen. Dus de manier waarop de data wordt aangeboden. Maar vooral de voorwaarden. En dat komt er heel erg in het kort op neer dat zij een aantal manieren van de Twitter API gebruiken verbieden. Wat er eigenlijk is veranderd, is dat het waren guidelines, richtlijnen. En nu zijn het voorwaarden geworden. Ja. Dus dat is er veranderd. Dus het was eigenlijk helemaal niet. Alles stond er. Het is niet veranderd. Alleen is het. Wat erin stond is niet veranderd. Alleen, het is nu mandatory geworden. Ja. Of verplicht. Ja. Maar dat betekent dat een heleboel mensen dat al hebben aanzien komen. Ja. Ja, zeker. Bijvoorbeeld Martin Sutherland, een vriend van mij, die twitterde een jaar geleden van onthoud dit moment toen Twitter nog tof was. Zoiets twitterde. Ah, oké. Ja. Ah, dat is wel grappig. Ja. Maar goed, dan komt het er dus op neer. Ja, ik vraag me af hoe ze dan precies gaan afdwingen. Want dat is natuurlijk ook nog wel een kunstje die ze moeten doen. Nou, je kan natuurlijk gewoon de API afknijpen. Van klaar, je krijgt niks meer. Ja. Ja. Maar dan moet je eerst detecteren dat het oneigenlijk wordt gebruikt. En ze hadden altijd al een limiet. Hè. Vroeger was het zo dat je per IP-adres, dus mijn applicatie, je mocht 50 keer per uur mocht die de API raadplegen. Ja, als client. Als client. Ja. Nou ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen als dus elke applicatie mag in totaal maar 100.000 keer per uur raadplegen. Nou, dan, en dat betekent dus dat hele grote archieffuncties of partijen die er een archieffunctie hebben, dat die best wel moeilijk gaan hebben, want die zullen dus niet al hun klanten meer kunnen bedienen of veel minder effectief. Ja. En dat is heel erg jammer. Ik beheer zelf ook zo eentje. Dat is gebaseerd op ThinkUp app. En dat is een archiefmethode voor je tweets. Ja. En ik moet even. Ze zeggen zelf dat er niet zo heel erg veel problemen mee zullen komen, maar ja, ik ben heel benieuwd wat het gaat komen. Ja. Het belangrijkste wat ik eigenlijk ervan meekrijg is dat je heel erg merkt dat ze echt hun businessmodel gaan verdedigen. Ze zijn nu echt aan het focussen op het businessmodel werkend te krijgen. Dus, en dat is bannering, dat is ervoor zorgen dat tweets ook echt gezien worden in combinatie met commerciële uitingen. Ja. En ik ben bang dat dat ook precies de aard van hoe Twitter gebruikt gaat worden gaat beïnvloeden. Ja. Dus dat we in plaats van dat we teruggaan naar wat het nu is. Voor mij een heel erg handig tool waarmee ik op diverse manieren mijn links, mijn ideeën, et cetera, de wereld instuur, maar ook archiveer. Naar, ja, zeg maar weer. Maar ook waar je bakken met informatie ophaalt. Ik haal echt precies, heel veel informatie ook dat, ja. Ja, maar ook als een vergaarbak. Zo van 20 september hoorde ik iets en wat was dat ook alweer? Ja. En ik denk dat niet meer belangrijk wordt met hun businessmodel. En dat kan Twitter niks schelen. Nee, precies. En dat willen ze ook maar niet. Maar daar wordt het wel heel veel voor gebruikt. Dus wat zou er dan gebeuren als dat niet meer kan? Dan wordt Twitter weer wat het in het waarvoor het in het begin gebruikt werd. Namelijk, ik ben net wakker geworden. Ik eet een beschuitje met pindakaas. En ik ben weer 10 meter verplaatst naar de andere locatie. Ja. En ja, in alle eerlijkheid, dat is het voor mij niet. Dan is het niks meer waard voor mij. Nee. Dan ga ik het ook niet meer gebruiken. Nee. Als dus nu, wat nu was, wat gisteravond ineens gebeurde, kreeg ik een mail van IFTTT. Dat is een fantastische webdienst. If this then that. Ja. Dus die koppelt meerdere
online diensten zoals Twitter, maar ook Evernote en Dropbox, dat soort dingen, koppelt hij aan elkaar. Ja. Dus je kan heel makkelijk zeggen, als er een tweet is van mij, bewaar die dan in Evernote. Ja. Dus al mijn tweets worden opgeslagen in Evernote. Nou, dat niet specifiek, maar ik heb wel een soort van koppeling met Dropbox voor mijn Twitter, voor mijn tweets. Oké. Okay. Oh, wow. En wat IFTTT, die heeft nu weer eens de voorwaarden gelezen. En die heeft gezegd, nee, we mogen dat helemaal niet doen. We mogen geen triggers op tweets toepassen. Dat mag niet van Twitter. Nee. Dus die hebben gezegd, nou, daar stoppen we mee. En leggen zij dan ook waarom ze dat exact niet meer mogen? Ja, dus ze wijzen dan naar een deel in de voorwaarden. Ja. Waarin staat dat het niet meer mag. Mm. Nou, dit is echt gewoon... Daar zitten allemaal stukjes automatisering van mensen. Weet je, die hebben dat allemaal zelf, hebben ze dat slim allemaal ingericht. Ja, precies, ja. Dat is echt zo zonde is dat als dat niet meer kan. Ja, ik denk dat ze wat dat betreft zichzelf verdiggen. Ik weet niet of jullie Dick nog kunnen herinneren, DIGG. Ja. Dat was een heel erg groot forum, een beetje met dezelfde strekking van Reddit tegenwoordig. Maar ook /dat in een ver verleden. Oh, die is goed gebotst. Zo, banden helemaal kapot. Een paar mensen flink tegen de reling aangegaan. Maar Dick was op een gegeven moment, heeft Dick is overgenomen of heeft veel investering gekregen van, hoe heet het, investeerders van buitenaf. En die hebben flink een zin doorgezet en gezegd van, nou, jullie moeten innoveren, jullie moeten deze kant op, jullie meer in de breedte gaan investeren, dus meer naar het algemeen publiek. Ja. En dat heeft ze opgebroken, want het, hun fans, die echt gebruik maakten van de community, die hebben gezegd van, weet je, wij stappen op. Dit is het niet meer waard. Ja, het gaat dus niet zozeer om innoveren, hè, wat ze zeggen. Nee. Dat is innoveren om geld te verdienen. Ja, je moet geld gaan verdienen. Exact. Ja. Ja. Ja, ze moesten veranderen om geld te verdienen. En nou is het daar punt natuurlijk, dat wat er nu gebeurt met Twitter, is dat ze niet zozeer... Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar ze raken een bepaalde use base kwijt. Maar misschien doen ze dat wel expres. Misschien willen ze juist wel af van ons, de power users. En willen ze alleen maar de gezellige kwebbelaars. Dat kan. Ja, precies, ja. Als die namelijk geld opleveren en wij niet. Ja. En is natuurlijk wel... Daar ben ik van overtuigd. Ja. Ik weet zeker dat... dat de sheeple, de kwebbelaars... gewoon prima... kijken naar die advertenties, vind ik wel prachtig. Maar goed, ja, het is een beetje, ja, het is misschien een beetje cynisch, maar het is wel jammer. Ik denk niet dat ze daar echt per se een goede stap hebben genomen. En dat niet voor mij. Ik vind het echt heel jammer. Ik zie Twitter namelijk als een soort van protocol. Het is meer dan een webdienst. Het is echt een bepaalde manier van communiceren, zoals mail of sms of weet je. Dat zijn allemaal dingen die niet aan één bedrijf zijn gekoppeld. Nee, ja, ik zou het sterker vertellen. In principe zijn zij een soort van visualisatie van een reeds bestaand protocol. XMMP, geloof ik. Okay. Of een andere combinatie met XMP. En dat is zeg maar het kletsprotocol, hè, wat je ook gebruikt bij AOL Talk en Google Talk maakt er ook gebruik van. Het is het koppelen van meerdere praatpartijen. Okay. Oh, dit is wel een hele leuke nieuwe route. Leuk, hè? Oh, wauw. Dit is een nieuw uitzicht. Over de brug. Ja. En de brug staat open. Nou, wat wil je nog meer? Ja, dan gaan we bootjes kijken. Want waar zitten we nu? We zitten vlakbij Eiburg. Oh, kijk, daar zouden we normaal zitten. Ja. Ja. Dus we zijn vanuit Noord, we zijn door de tunnel gegaan. Dan komen we in Noord. En ik weet nooit of dit nou de Schellingwoude brug is of de volgende de Schellingwoude brug is. Dat weet ik nooit. Het heet in elk geval buiten Ei waar we nu overheen dreigen te rijden. Maar we moeten eerst even wachten op een... Daar heb je Durgendam. Op een zeilbootjes. Laatst was ik voor het eerst met mijn vrouw en kind recreatief wezen fietsen. Oh, jongens. Dat had ik nog nooit gedaan. Oeh, klinkt pijnlijk. En... Dit gaat echt nog een tijdje duren ook. Ja. Oh, tof. Ja, maar Durgendam is heel erg leuk. Het is heel gezellig. Zeker als er meerdere mensen zijn. Het was druk. Ik was naar Holiesloot gefietst. Oh ja. Ja. Een soort van middeleeuws. Heet dat nou ook
Holy Slot in, is niet Holy Slot of iets dergelijks? Nee, het is Holy Slot. Nice. Hmm. Misschien dat het vroeger ooit in de middeleeuwen Holy Slot heette. Het is met een Y. Ja, precies. Ja. 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 Hey, ik zag trouwens... voor mijn werk moet ik af en toe websites kijken, best practices zoeken en dat soort leuke oefeningen. Ja. En toen was ik aan het kijken naar corporate websites. Ja. Weet je enthousiast toen, van? Nou, eigenlijk niet. Ik zou je vertellen waarom. Nou. Dat zijn dus websites, moet je indenken. Dus dan ben je een heel groot bedrijf. En heb je hele leuke initiatieven. Denk aan allerlei dienstverlenende websites. En gewoon allemaal kleine producten voor wat dan ook. Ja. En, maar je hebt ook nog je hoofdmerk. Denk aan een Procter & Gamble. Of denk aan een Fortis Bank. Of weet ik veel wat. Ja. En dat is je hoofdmerk. En daaronder zitten al die kleine submerkjes. Ja. Die initiatieven. Maar wat ga je dan op die hoofdwebsite zetten? Wat, op welke manier ga je dan... mensen informeren dat ze of bij de verkeerde toko zijn. Hè? Zo, nou, hier kan je niet je dienstverlening van de hagelslag halen. Maar dat moet je bij fans doen, bijvoorbeeld. Ja. Of ga je daar... Wat dus de meeste merken doen is... Hallo, wij zijn dit merk. Wij hebben al deze kleine merkjes onder ons. En dit is onze visie over voedsel, wasmiddelen, bankieren, sparen of wat ook. Ja. En that's it. En dan denk je van, nou, dat is toch zonde van de zonde van het web om zoiets neer te zetten. Ja, het is vooral heel erg saai en het lijkt ook een soort van doelgroeploos te zijn. Ja, ja. Ik vraag me dan echt af van, ja, wie komt nou op die website? Ja, ik denk, vraag me altijd sowieso af, wie komt er op zo'n webpagina? Maar dat soort pagina's zouden misschien gewoon helemaal niet moeten bestaan. Want er staat eigenlijk helemaal geen informatie op. Nee, ja, sommige zijn portals om te vertellen over al die kleine submerkjes. Kijk, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Ik denk ook dat mensen met iets meer verstand van het web toffere dingen daarvoor zouden kunnen verzinnen. Ja. Veel toffer dan een portal, maar... Ja, portal is... Over portals heb ik echt meningen. Nee, het is serieus, kom op. Dit is een portal, dat is... Alles is belangrijk. En ik weet niet of jullie de Incredibles hebben gezien... Maar dus, daar klaagt het kleine kereltje van Mr. Incredible, hè, die ook superkrachten heeft. Ja. Die klaagt tegen zijn moeder van... Maar ik wil... die kon heel snel rennen, maar ik wil meedoen aan wedstrijden en zo. Hè, zodat mensen kunnen zien dat ik heel, heel erg goed kan rennen. Ja. En zegt zijn moeder, zegt van, nee, gewoon iedereen is speciaal. En toen klaagde het jongetje en die zegt van... Dus dat betekent eigenlijk dat niemand speciaal is. Ja. Weet je wel? En dat is dus ook met portals. Als je dus... alles dezelfde prioriteit geeft, wat je met een portal doet, dan gaat eigenlijk netto gaat er niemand op vooruit. Alles is het allerbelangrijkste. Precies. Dus niks is belangrijk. Ja. En jongens, dat is wel een heel lange boog naar dat punt, sorry. Maar ja, hoe zou jij zoiets dan, wat zou jij daarvoor in de plaats zetten dan? Nou, dat is dus dat is een hele goede vraag. Ja. en ook heel erg moeilijk te beantwoorden. Kijk, hier aan een aantal kanten op. Het belangrijkste lijkt mij eigenlijk wat jij ook aangeeft. Van, nou, misschien moeten mensen daar nooit terechtkomen. Ja. In elk geval niet als zij zoeken naar bijvoorbeeld... Hè, als je naar fans zoekt, dat je dan niet bij Procter & Gamble terechtkomt. Of wat voor merk maar dat goed, dan maar achter wat, zit. Maar goed, waarom kom je op Procter & Gamble terecht? Nou, misschien omdat het enorm SEO't. Dat er allerlei nieuws en berichtjes en wat dan ook staat over die merken. Hè? Dat er een nieuw soort vlokken is geïntroduceerd of wat ook. En dus dat daar een nieuwsberichtje op staat op de corporate website. En dus kom je daar als eerste. Omdat die heel goed SEO't. Ik bedoel meer over waarom zouden mensen naar de Procter & Gamble site gaan. Dus wat voor mensen zouden dat doen? Ik zou het niet weten. Ja, mensen die daar willen werken. Mensen die daar op ongeluk komen. Of mensen die daar willen werken. Nou, zijn toch mensen op zoek naar Procter & Gamble? Ja, dan zoeken ze naar werken, spatie, Procter & Gamble. Ja, als je aan het googlen bent bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, ik zou bijna zeggen zorgen voor dat hij niet te vinden is op Google. Behalve dan misschien inderdaad voor werken.
en dat soort zaken. En, maar of maak er iets heel erg leuks van. En, dat vind ik ook altijd wel enorm... goed. Zorgen voor dat het niet te vinden is. Dat zou je nooit iemand horen zeggen. Nee. Terwijl dat soms best een goed advies is. Van zorgen voor dat dit... Ja, maak er een flashsite van. Ja, zorg ervoor dat dit niet te vinden is op je website. Of op je zoekmachines. Ja. Ja. Dat is toch een prima idee. Maak soms. Hem onzichtbaar. Ja. En dan inderdaad echt, maar wel, of maak hem vindbaar voor hele specifieke dingen. Hè. Ga, ja. Probeer een soort van focus daarvoor te veroorzaken met je ja. SEO-waarden. Ja. Met je SEO. Ja, precies. Ja. Ja. Met je specialist. Ja. Ah. Maar het, of maak er gewoon een hele spectaculaire en flitsende website van. Ga het, hoe dat hele merk totaal uit en zet er gave over de top video's neer of zo. Ja. Lijkt me ook goed. Ja, kan ook. Ja, dat is sowieso al beter. Dat als je dan per ongeluk op zo'n site komt, dat het in ieder geval tof is. Ja, precies. Ja. Ja. Gewoon totaal in de... Hè, als je er toch al niks hebt te zoeken, dan kan je er beter iets leuks ja. doen. Ja. Zet er ja. een spel neer of zo. Ja. Vind het merk. Ja. Vertel ons waarom we er zijn. Ja. Ja, precies. Ja. Waar komt u voor? Ja. Oh, nog eentje. Sorry. Ik heb er nog één. Search. Ja? De zoeken, gebruik je wel eens de zoekfunctie op websites? Eigenlijk gebruik ik Google dan. Ja. Omdat ik weet dat de interne zoekfunctie van websites vaak heel erg slecht is. Aha. Dat is heel goed om te weten. Dan zou ik vragen jullie, tweet ons naar SneakerPeet. @SneakerPeet of @Vasilis. Nou, waarschijnlijk liever naar mij. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig waarom mensen een interne search zouden gebruiken. En om het volgende. Wat je meestal ziet is dat interne search, omdat er vanwege budgetkwesties en vanwege... Maar misschien ook dat je niet echt weet waarom je een search hebt op je website. Ja. Dat het een beetje Google nabootsen is. Maar de vraag is of Google, een Google-achtig resultaat, wel hetgeen is waar mensen naar zoeken. Ja, ja. Weet je wel? Dus als je op een... Of je niet specifiekere op jouw soort content... resultaten wil. Ja, 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 ja. Hey, dus als je naar een advocatenkantoor gaat, dan ben je eigenlijk op de contactlijst terug. Of als je op de wasstraat... zoekt, dan wil je niet een lijst met artikelen, dan wil je gewoon de video's naast elkaar, misschien wel. Ja, precies. Hoewel dat zo bij de wasstraat is het ook weer niet zo handig. Oh. Want die lijken allemaal op elkaar. Je kan niet zien, dat is die aflevering waarin ze dit zeiden. Ja. Nee, aan de thumbnails kan je alleen zien van, oh, dat is die aflevering dat ze naast elkaar zitten in een ja, auto. Ja, precies. Heel kenmerkend. Enige waar hoe je de afleveringen uit elkaar kan houden is wat voor t-shirts wij aan hebben. Ja. En het horloge wat telkens verandert. Ah, kijk. Dat is een kleine easter egg. Ik weet dat hij smijt zijn mijn horloges nu wel op. Dus mocht je nog een horloge over hebben, stuur het naar mij. Ja, stuur het naar mij inderdaad. Ja. Ja. Ik draag hem direct. Want ik heb, geloof me, ik heb geen 18 of 19 horloges. maar dat is dus een hele interessante. Kijk, wat ik altijd heb is van dat de zoekfunctie vaak ontzettend slecht is. Ja. Dus dan zoek je iets en dan vind je het niet, terwijl je weet dat het er staat. Ja, en dan ga je naar Google en dan probeer je daar en dan vind je het in één keer. En dan vind je het wel. Ja. Dus dat is vaak ook, dan denk ik, jongens, zet nou gewoon niet die zoekfunctie erin. Ja, want het is echt frustrerend. Het wordt slecht. Dus of wat veel sites doen, is die gebruiken gewoon een Google Search Box. Ja. Dus staat gewoon het zoekveld, typ je in en dan krijg je de zoekresultaten bij Google. Ja, maar dan nog steeds hoor, want ik ben ervan overtuigd dat de bouwers en de opdrachtgevers van het maken van de website en dus ook de search functionaliteit, die weten zo bizar veel over de gebruiker. Als het goed is. In elk geval over wat ze willen bereiken met die gebruiker. Ja. Wij gebruiken er allemaal middeltjes of methodes voor. Oh, ik geloof dat is afgesloten. Echt een hele leuke route die we hebben. Ja, dat wordt een hele lange. Door de Indische buurt, jongens. Yes.
Maar dus dit, je weet, wij gebruiken middelen als toptaken bijvoorbeeld. Ja. De drie functies waarvoor mensen bij een website komen. Ja. Misschien moeten de resultaten daar ook op aansluiten. Of de zoekfunctionaliteit. Ja. Dat je dus niet heel erg ver en diep in een website wordt gestuurd. Maar dat je gewoon de resultaten krijgt die passen bij die toptaken. Bijvoorbeeld contact maken of, ja. Of een research stuk vinden. Ja. Ja, dat kan. Alleen het punt is een beetje dat je dan... Je moet dan heel goed kunnen indexeren. En dat is lastig. En je moet eigenlijk beter je site, je content kunnen indexeren dan Google dat kan. Ja. En het idee was er wel. En je had op een gegeven moment dat je zo'n Nederlandse partij... Die is nog steeds redelijk succesvol met een of andere eigen zoekmachientje. Uh-huh. Maar die moet je handmatig onderhouden. Dus daar heb je content en die moet je handmatig die content er toevoegen. En dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Dat is bijvoorbeeld een van die dingen die... Een van die zoekmachines waarvan ik... En er staat ook nog eens, als je een woord invult, dan staat er... Voer twee woorden in. Hoe bedoel je? Ja, dat is stom. Ja, dat voer een vraag in. Nee. Ja, dat is dus een zoekmachine die jou corrigeert. Ja. En zo, wat de hel. Oh. Hel. Hagelslag. Het spijt me, dat is geen vraag. Ja. Nee. Ik zoek hagelslag. Ja. Ik zoek hagelslag. Enter. Oh, het spijt me, ik heb te veel resultaten gevonden bij dit. Dat is geen vraag. Ik wil hagelslag. Nee. Mag ik hagelslag? Vraagteken. Oh ja, en dan gewoon nee. Het lijkt erop dat u, weet het... beleg zoekt. Donk! Verdorie. De zoeknatie is dat meer. Ja, precies, ja. Het lijkt erop dat hij zomaar wat intypt. Of dat je Clippy dan in beeld krijgt. Oh, God. Ja, precies. Dus je moet er ook mee uitkijken. Hè? Want, ja, dat niet te specifiek wordt, maar... Supergoed. Ja. Zoekalgoritme. Of in ieder geval een zoekdienst. Google heet die. Ja. Ik vraag me dan af, kunnen we dat beter? Als je zeker weet dat je het beter kan, dan moet je het vooral doen. En als het je iets oplevert... Ja, ik denk dat je specifieker kan worden, omdat je bezoekerskennis hebt. Ja. Maar dat je ook resoluut moet zijn in dingen die je gewoon niet wil teruggeven. Ja. Dus dat je bij wijze van spreken heel erg impliciet maakt. Bijvoorbeeld in de bewoording die je kiest in je zoekbox. Ja. Bijvoorbeeld zoek naar locatie, soorten broodbeleg. Schoenmaker, die is goed. Oh, wat een meester. Die is echt heel goed. We rijden door de Dapperstraat. Oh, Javastraat? Ja. Oké, dacht. Oh, de Dapperstraat zit hier in de buurt, toch? Ja, dat is een markt. Daar rij je niet overheen. Nee, precies. Ja. Tenzij je mensen omver wil rijden. Ja. Maar dat doen we deze. Vandaag niet. Het is ook feest, zo te zien. Het is hier gewoon altijd druk. Ja, en deze dame die is aan het zoeken. Oh, dit hola. Ja. Ze is heel erg anticiperend aan het rijden. Voor de mensen die daar lopen. Oké. Oh, dan gaan we nu langs de Appie. Onder het spoor door. Maar goed, het is een... Het is een heel erg grote uitdaging, heb ik gemerkt. En een uitdaging die niet per se met techniek opgelost hoeft te worden. Nee, dat ben ik met je eens. Ik denk dat het inderdaad misschien gewoon wel weer eens tijd wordt om creatief los te gaan met zoeken. Ja, ja. Daar heb je wel groot gelijk in. We doen te lang, doen we... beetje de Googles. Kijk, Google doet zelf natuurlijk, is die het ook heel erg aan het veranderen met gepersonaliseerde resultaten. En... Ja, gebaseerd op je social, et cetera. Ja, ja. Allereerst Google Plus resultaten, dat soort dingen. Dat is, ja. Ja, en daarna de resultaten van je vrienden. Ja. Sorry. Kijk, zoals ik al eerder zei, ik ben geen voorstander. Ik ben daar ook niet zo'n fan van. Maar het Het is natuurlijk wel iets interessants. Ja. Het is zeker interessant en ik ben heel benieuwd. Ja, ik weet niet of je kan je Google nog waarderen. Zo van, dit is inderdaad het resultaat wat ik zoek. Wat ik bijvoorbeeld zie met DuckDuckGo, wat die doet, is dat die een aantal soorten resultaten zet hij altijd bovenaan. Dus Wikipedia, dat is een apart soort lijstje. Dat is anders vormgegeven. Oh ja, ja, ja.
Dus ja, dat is dan meer gewoon de resultaten van Wikipedia en ik weet niet, nog een paar van dat soort sites. Ja, precies. Ja. De bronnen waar mensen meestal toch al naar zoeken. Ja, precies. Ja, ja. De resultaten van als je zoekt op het... Ja, dat is op zich wel slim. Zeker als je dus vaak zoekt naar hoe schrijf je ook weer excellence. Precies. Of de betekenis van iets. Ja, precies. Definitions, ja. Ja. Nee, dat is Google Translate moeten ze trouwens nog wel eventjes erin zitten. Ik ben steeds vaker gebruik aan het maken van de thesaurus. Ja, die gebruik ik ook vaak, hoor. Google Translate is echt wel... Dat is een hele toffe als ik functie. Engels... Ja, ik schrijf de laatste tijd wat meer in het Engels. Ja. Nou ja, het is gewoon niet mijn... mijn native... dat is niet je native tongue. We spreken barely English. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Oké. Okay. Wat leuk, hè? Je ziet dus, we rijden dus een hele smalle straat heen. En dan zie je allemaal mensen heen en weer rijden. Omdat ze langs de andere auto willen kijken hoe lang het nog duurt voordat ze door kunnen. Resulterende dat iedereen aan het slingeren is. Ja, allemaal auto's die eventjes geparkeerd staan. Ja. Om eventjes 3,5 uur in een café te zitten. Of roti te halen. Wat een leuke buurt, joh. Oh, nu zie ik waar we zijn. Het is hier best leuk, hoor. Het is opgeknapt. Ik woonde hier vroeger in de buurt. Toen was het hier niet zo leuk. Of hier viel het wel mee, want ik woonde daar iets verderop. Dat was een afbraakbuurt. Dat was echt best ruig, was dat. Oh. Dat vond ik toen trouwens heel erg leuk, hoor. Dus het, ja, pas helemaal bij de punk... insteek. Maar ik hoef daar nu niet meer te wonen. Maar het is opgeknapt allemaal. Ja, want we zitten nu wat bij het Oosterpark. Ja, dat is het Oosterpark. Ah, Tropenmuseum. Okay. Welkom. Anywho, maar heb jij nog een interessante topic? Nou, ik heb eigenlijk dus alleen maar... Ja, ik ben dus daar op dat congres geweest. Ik heb nog gezocht naar andere topics, maar niet meer echt gevonden. Nou, ik had er over dat Twitter had ik nog wel, ja. Wat moeten we daarmee? Van wat zijn de alternatieven eigenlijk ook? Ja. Wat kan je dan doen als je niet meer kan twitteren? Ja, er is die een, dat ene alternatief wat in de wereld was geholpen. Dat was een Kickstarter project. Dat app.net. Ja. Ja. En ik heb dus betaald. En ik moet je eerlijk bekennen, daar heb ik er nooit meer naar gekeken. Oké, okay, ja, ik heb het wel geïnstalleerd. Ik kijk ook elke dag. Ik volg een aantal mensen. Oké. Okay. Misschien moet ik daar ook naar publiceren. Oh, ja, het zijn er niet zoveel. Dus het zijn er maar... Het zijn gewoon heel weinig mensen die er zijn. Ja. En nog minder die er gebruik van maken. Dus dat is eigenlijk de idealistische insteek van... Nou, mensen willen inderdaad betalen voor goede producten. Hey, ja, value. Nou ja, wat ze... Het is niet dat het idee is niet speciaal dat ze voor altijd betaald blijven. Oh? Wat ze wilden minimaal €500.000 om te experimenteren. Ze zei, dat hebben we nodig om een goede API neer te zetten en om een goed product te kunnen maken waarmee we kunnen testen. Ja, ja. Dus het is niet zozeer dat het... Want dat was een beetje de perceptie van dat ze zeggen van... Nee, dat is nou, wij zoeken een ander businessmodel dan een Twitter of ja, een Facebook. Ja, dat zoeken ze ook, maar het is nog niet zeker wat dat wordt. Ah, oké. Okay. Ze hadden gewoon €500.000. Nou, het zou best kunnen dat het een tientje per jaar wordt. Ja. Tientje per jaar is al een stuk. Ja, maar nu was het insteek was 50, hè? Ja. $50. $50 per jaar, dat is best veel geld. Ja. Ja, ik heb het wel betaald. Ik vond het initiatief ook wel heel erg. Maar het is interessant dat je dat zegt. Wat ik het wat vorige keer over browsers was. Gehad, want ik had ook nog wel wat over browsers. Browsers, nooit van gehoord. Nee, zeg het eens. Oké. Okay. Nee, er blijft nog altijd, krijgen we de vraag van welke browsers ondersteunen we nou voor een website. Oh jongens, ik heb wel een aantal collega's flink uit hun vel horen springen dat ze techniek van 15 jaar oud moesten ondersteunen. Wat? Nou, er zijn dus klanten. Die heeft 5.5? Nee, wel, maar wel 6.0. Ja, dat is 10 jaar oud. Nee, goed, 10 jaar oud. Dus dat is in internetjaren ongeveer 100.000 jaar oud. Ja, ja. Dus, en dat is dus heel erg frustrerend, want daarmee
zeggen ze, ze zorgen er eigenlijk voor dat er heel veel extra meer code gemaakt moet worden om dingen compatible te maken. Ja, en het probleem is natuurlijk ook, sommige dingen kunnen helemaal niet. Ja, precies. Of dat ze dus innovatie stagneren daarmee. Dat is het. En wat echt de paradox van browserondersteuning is natuurlijk, is dat als je een oude browser ondersteunt, dan is het internet niet kapot voor die mensen. Dus zullen ze nooit upgraden. Precies. Waarom zou je upgraden als het internet niet stuk is? Ja. Dus dat is ook een... het is eigenlijk een beetje... Damn. Ja, het is een catch 22. Ja. Zeg maar, je... Maar goed, heb ik een theorietje daarover bedacht. Ja. En ik heb ook gevraagd aan Giel, een collega van ons, of we dat misschien kunnen gaan proberen te visualiseren. Oude browsers ondersteunen kost geld. Ja. Dus ik zeg bijvoorbeeld altijd, moderne browsers ondersteunen, tuurlijk daar hebben we budget voor. Zoveel, dan krijg je een fantastische site. Mm-hmm. Als je wil dat hetzelfde werkt in Internet Explorer 6, dan moet je 100% extra betalen. Ja, want dan maken we een aparte website. Bijna. Het is gewoon twee keer zo duur. Ja. Want heel veel dingen kunnen niet, dus die moeten we gaan emuleren, moeten we op een andere manier gaan oplossen. Ja, ja. Dus, waar denk je dan aan? Een navigatie, animaties, hoe heet het? Ja, animaties. Animaties zijn heel simpel met CSS. Ja. Nou, als dat niet ondersteund wordt, dan is dat heel veel tijd om dat te doen. Met JavaScript en dat soort talen? Ja. Ja. Nou, en... IE7 is, laten we zeggen, 60% erbovenop. En IE8 is nog eens 30%. Zeg maar wat, hè? Ja, precies, ja. Het is een beetje afhankelijk van wat je precies wil. Sommige gevallen zal het veel minder zijn, andere gevallen is het veel meer. Als je dat kan plotten, dus je kan zeggen van we doen dit specifieke... en dat kost dus... Eventjes omlaag. Oh, deze dek. Goedendag. Hallo. Wat zit er in godsnaam op uw raam daar aan de buitenkant? Dat is een camera. Oké. Okay. We zijn aan het filmen. Ik beelden nu. Correct. Ja. Oké. Okay. Kijk, ik denk, u heeft dus een glas zitten bij u bezig. Nee hoor, nee. Dat is allemaal... dat hoort okay. Zo. Oké. Okay. Nou ja, ik denk, ik vond het een apart geval. Ja, precies. Het stak wat uit, dus... Ja. Een camera. Ja. Een film? Videootje. Onderweg. En hij draait nu. Ja. En hij draait. Met geluid. Dit ook, ja. Ja, een soort van. Je hoort veel geruis. Geluid. Ja, precies. Okay. Nou, succes. Oké, okay, dankjewel. Een agent op een motor was dat. Die zegt de kant B-camera. Oh, ja. We hadden hem de URL moeten geven. Ja. Gemiste kans. Maar die... Denk je nou dat het browser gebeuren nou op een gegeven moment af is? Op een gegeven moment gaan we naar een bepaald punt toe? Nu hebben we ondersteuning en we, of tenminste de browsers zijn beter, de hedendaagse browsers. Ja. En ze updaten vaker en ze updaten ook actiever. Dus we gaan af van het idee dat we heel veel mensen met hele oude browsers hebben. Dat gaat, over een paar jaar hebben we dat niet meer. Nee. Of minder hebben we daar dan last van. Maar in elk geval, ik dacht van dan kan je een mooie grafiek maken waarin je kan zien van nou... Hè? Als je die browsers wil ondersteunen, kost dat je zoveel geld extra. Mm. En dat willen we dan koppelen aan het aantal bezoekers uit hun eigen statistiekenpakket. Dat ja, je dat ja, dan ja. Niet alleen kunt kijken naar hoeveel hebben we er nu, maar dat je ook de trends kunt kijken van hoeveel bezoekers zijn dat en waar gaat dat heen over een half jaar ja. Als onze nieuwe applicatie live staat. Want dat is natuurlijk ook zo. Hè? Dat duurt een tijdje. Ja, ja, het duurt altijd een hele tijd voordat iets live staat. Dus je moet nooit kijken naar van wat is voor gebruikers nu? Hebben we nu. We moeten kijken naar hoeveel gebruikers hebben we over. Ja, ja. Nou, dat is wel heel erg slim. Ja, dus, en dan kan je misschien zelfs euro's eraan vastmaken. Ja, en dan kan je gewoon kijken van hoeveel, van wat is mijn return on investment? Van hoeveel ga ik nu investeren? Zei je dat woord echt net? Ja, lachen hè. Hoeveel ga ik nu investeren voor zo weinig mensen? Want wat hebben we daar nou aan? Ja. Zie ik dat verderop mijn plek? Ja, hè? Nog net. Dat is vast ook mijn plek. Oh ja, hier. Hier. Kijk. Ja. Voor de breekbaar. Heel mooi. Mooi. Maar dat is inderdaad wel, dat is een goed tool inderdaad. Ja, dat is een en al leuk, was het maar dat, weet je wel, want websites maak je inderdaad ook voor de toekomst. Ja. Die moet je niet maken voor het verleden, want het verleden, ja, dat,
Precies. Nou, dat denk ik ook altijd. Dan hebben klanten hebben wel eens zeggen dan... Ja, maar maakt niet uit. We hebben het ervoor over. Hier heb je 100.000 euro extra. Ja. Nou, dat zullen ze nooit zeggen. Dat is een beetje heel erg veel. Maar goed, hier heb je flink veel geld extra. Dan denk ik altijd, geef me dat geld dan maar. Dat stoppen we dat in de toekomst. Maken we de site nog beter voor de toekomst van de browser. Ja, precies, ja. Nog dat meer zeg ik ook wel, hoor. En vaak hebben ze dan ook zoiets. Nou ja, ja, ja. Ja, dat zeg ik wel gelijk. Misschien moeten we onze klanten gewoon ons volgen. Hm. Goed. Doei. Dag. Oh, we zijn er.